Het Grafisch Museum Grit krijgt geen extra subsidie. Dat is gisteravond besloten tijdens een gemeenteraadsvergadering waar de cultuurnota 2017-2020 besproken werd. Het Grit vroeg structureel 40.000 euro, maar krijgt 20.000 euro toegekend. Bij het museum is men teleurgesteld. Ja, dat klopt. We waren daar natuurlijk wel op voorbereid, ook door de raadscommissievergadering van vorige week. Maar inderdaad, van de gemeente geen structurele subsidie voor Grit. Jammer. Bij de bespreking van de cultuurnota was er 30 miljoen euro te verdelen onder de culturele instellingen in de stad. 2/3 van dit bedrag gaat naar de Oosterpoort, Martini Plaza en het Groninger Forum. De resterende 11 miljoen gaat naar andere organisaties, waaronder het Noordpoolorkest, Priem en Urban House. Bij die laatste was het daarom vandaag een klein beetje feest. Hoppa! Bam! Kijk nou! Hoppa! Onze subsidie! Wat heeft het voor jullie opgeleverd? Nou, heel concreet, in ieder geval voor 2017 20.000 euro extra. En dat betekent voor ons toch net even wat meer ruimte en zekerheid om alle activiteiten die we willen doen ook daadwerkelijk in te kunnen plannen. Hoe blij zijn jullie? Ja, heel blij. Heel blij. We waren al blij, want we doen hele mooie dingen. Maar om mooie dingen te kunnen doen heb je wel een beetje geld nodig. Terug naar het Grit. Dat het museum aan de Sint-Jansstraat minder geld krijgt is vreemd, omdat de kunstraad eerder nog adviseerde om 40.000 euro toe te kennen. Dit advies is door wethouder Paul de Rook naast zich neergelegd. Ja, dat is heel gek en dat heb ik gisteravond ook een aantal gemeenteraadsleden horen zeggen. Ja, wat kan ik er nog aan toevoegen? Dat is zoals het is. Het verdelen van de cultuurgelden is dit jaar het beste te vergelijken met een stoelendans. Zij wel en zij niet. Ondertussen weet men dat dezelfde dans volgend jaar weer een feit zal zijn. Beide instellingen vinden dat die onzekerheid niet handig is. Ja, het is echt voor een klein museum als het ons belangrijk om structurele subsidie te krijgen. Het zijn ook niet echt hele hoge bedragen. 40.000 per jaar van de gemeente, 30.000 van de provincie hebben we geadviseerd gekregen. Maar dat zijn voor ons toch belangrijke middelen om in controle te blijven. Ja. Omdat we in de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan doen, hebben we natuurlijk ook echt wel meer nodig. We bereiken ook steeds meer jongeren die aan die trajecten meedoen. En we hebben een toplaag van artiesten die zo langzamerhand toch ook echt wel wil laten zien wat ze kunnen. En dat betekent dat je natuurlijk als je ontwikkelt ook extra geld nodig hebt om dat ook vorm te kunnen geven. Tijdens de vergadering kwam ook het initiatief van de ChristenUnie ter sprake, waarin men pleit voor een passepartout voor stadjes waarmee musea met korting bezocht kunnen worden. Dit voorstel kon rekenen op flink wat steun. Met het college vragen om hier nu al mee rekening te houden om het op te nemen in het verkeersbesluit.